Ja, mijn auto die ga ik de komende tijd toch eventjes wat vaker laten staan. Ik ga namelijk meedoen aan het NK tegenwind fietsen. Dat betekent dat ik 8,5 kilometer moet gaan fietsen met tegenwind van minimaal windkracht 7. Hey Dennis. Hey Thomas. Hey. Vorig jaar heb jij meegedaan, hè? Ja, zeker. Hoe zwaar is dat nou echt? Het is niet zo leuk, maar tegen de wind. Wie gaat er nou met een windkracht 7 minimaal tegen de wind in fietsen? Ja, ik dacht, dat doe ik wel even. Ja. Het is een pittige tocht. Het is echt een pittige tocht. Ja, ik fiets wel in mijn vrije tijd. Ik bedoel, ik zit regelmatig op een mountainbike, dus ik heb al wat ervaring in fietsen. Nou ben ik niet een enorme wedstrijdfietser, maar het is wel handig als je een beetje traint. Want, okay, ja, ik fiets alleen maar naar de kroeg en terug. Ja. De rest doe ik op mijn scooter met doping dus. Met doping? Ja, precies. Mag dat? Dat mag dus ook niet. Mag ook niet. Nee. Dus ik moet echt gaan trainen. Ja, dat zou ik zeker doen. Ik moet mijn auto laten staan, mijn scooter laten staan. Ja, en even gewoon aan je conditie werken. En vooral veel kilometers in de benen. Oké, nou start het Rocky muziekje maar in. Ga ik mijn training in. Misschien een klein beetje verdiepen in op het moment dat het waait, dat je al een beetje een idee hebt van ik probeer wat. Stel dat het een keertje, want het gaat natuurlijk pas door bij minimale windkracht 7. Ja. Maar als je windkracht 6 hebt, pak eens een keer de fiets, ga eens eventjes een keer de polder in of weet ik veel, naar de kust. Dan heb je wel een idee van wat je kunt verwachten. Oké. Dus dat is al wel een tip. En geestelijk ook voorbereiden, want ik denk dat het ook wel een geestelijk dingetje is. Nou, dat je het graag wil. Ik wil die eindstreep halen. Ja, dat wil je. Ik wil de medaille, ik wil het vaantje. Ik weet niet eens wat je krijgt van de eindstreep, maar 72 maagden. De eeuwige roem. Eeuwige roem. Ja. Ja, daar ga ik voor. Dat is het. Ik moet gewoon op de fiets gaan, denk ik. En gaan trainen. Ja. Er zit niks anders op. Nou Thomas, om je nog even op weg te helpen. Mijn trainingsfietsje van vorig jaar. Dit is echt de jouwe, hier heb jij het op gedaan. Helemaal basic, zonder versnellingen. Ja, dankjewel. Dit wordt mijn nieuwe beste vriend voor de komende tijd. Koester hem. Ga ik doen. Succes man. Hey, thanks. Kijk of de wheelie kan. Nou, ik ben heel benieuwd. Ciao.